Ja, gaat steeds beter weer. En ja, afgelopen 6 of 7 maanden weinig gefietst en dan weer wel proberen, mislukt en veel ups en downs. Maar nu lijkt erop dat ik een goede weg ben ingeslagen en vanochtend voor het eerst 100 kilometer weer gefietst. Alsof het niks is. Ja, maar ja, het blijft wel nogal fietsen, zeg maar. Nog niet echt trainen, maar dat voelt echt hartstikke fijn. Echt, of het nou regent of sneeuwt, of maakt me niks meer uit. Als ik gewoon kan fietsen, dan ben ik echt gelukkig. Even, wat heb je precies? Ja, een irritatie aan het kraakbeen in mijn gewricht, kniegewricht. En ja, als het goed is, wordt het nu langzaam beter. Maar het rare, is dat ik met fietsen heb ik het kapot gemaakt. Maar met fietsen moet ik het ook weer laten genezen. Dus ik moet balans even vinden. Dat klinkt tegenstrijdig, ja, inderdaad. En als wielrenner is het soms moeilijk om balans te vinden. Ja, maar gaat nu gaat het goed. Wat hebben ze er precies aan gedaan? Ja, ze kunnen er niks aan doen. Dus ik moet zelf oplossen met oefeningen, de fysiotherapeut. En voorzichtig zwemmen en voorzichtig fietsen. Dus, ja. Was de goede sprint? Ja, de inzet was uitstekend. Ja, leuk man. Komend seizoen ben jij er weer bij? Ja, zeker. Ja. Ik hoop de eerste koers die ik kan rijden, dat ik ook mag rijden. Dus dan wordt het gewoon down in de Qatar, één van die twee. Hopelijk. Dus we moeten nog even plannen maken, dus dat weten we nog niet. Maar ik hoop dat één van die twee kan beginnen. En dan net zo sterk terug als vorig jaar, of misschien nog wel sterker? Ja, gewoon sterker natuurlijk. Ja, dat is goed. Met de zonnetje in de rug, ook hier Ilsa Gozes.